Goedemorgen, zaterdagochtend. Nog net, want het is bij 12 uur volgens mij. Ja, 10 voor 12. Ik ben aangekleed. Het wordt onwijs lekker weer vandaag. Dus ik ga straks even een stukje fietsen. Want ik wil eventjes naar Hans Anders. Ik heb een brilplan bij Hans Anders. En daar kun je nu een... hoe heet dat? Ja, die hebben een aanbieding voor een zonnebril. Of een gewone bril, maar ook voor zonnebrillen. En dat wil ik wel heel graag, want de zonnebrillen die ik heb, de een is eigenlijk een beetje te groot. En de ander heb ik eigenlijk nooit echt leuk gevonden. Die heb ik, nou, ik denk wel een 10 jaar geleden, als het niet 15 jaar geleden is, ooit eens uit nood moeten kopen. Ik had toen lenzen en vlak voordat ik naar Turkije op vakantie zou gaan, kreeg ik een oogontsteking. Dus kon ik die lenzen niet meer in. Maar ik had geen zonnebril op sterkte. Wel een gewone bril, maar geen zonnebril. Ja, in Turkije heb je die natuurlijk wel nodig. Dus die heb ik toen heel snel laten maken. Maar het is een Calvin Klein zonnebril. Dus ik vond het ook weer zonde om hem meteen te vervangen. Nou ja, vandaag ga ik even kijken of ik een nieuwe zonnebril kan scoren. Dus nou, dat gaan jullie waarschijnlijk straks wel even zien. Daarna ga ik nog even naar mijn oom en tante. Mijn ouders zijn daar ook even langs. Vanavond komt de fotograaf van de bruiloft van Laura en Roy Klaverjassen bij mijn ouders. Dus daar ga ik ook, want ze zijn met z'n vieren. Dus dat is ook wel gezellig. En morgen heb ik geloof ik nog... Oh ja, morgen gaan we varen met z'n allen. Tuurlijk. Dat zou een paar weken terug plaatsvinden, maar toen was het zulke rot weer, toen ging het niet door. Toen hebben we die foto's zitten kijken met z'n allen. Maar nu gaan we morgen echt varen, want ja, het is echt prachtig weer buiten. Dus superleuk, heel veel zin in. Dus nou, jullie gaan het weer zien. Zo, inmiddels ben ik bij mijn oom en tante aangekomen. Het was helaas te druk bij de Hans Anders. Daar kon ik niet filmen. Dat is wel jammer. Maar jullie gaan nu even 2 fotootjes in beeld zien. En jawel, 2. Want ik heb niet alleen een nieuwe zonnebril verkocht. Het is mijn ouwe hoor. Maar ook een nieuwe gewone bril. Want mijn sterkte was toch wel redelijk afwijkend van de, naar aanleiding van de vorige keer. Even dit uitzetten zo. En dan dus ja, leek het verstandiger om een gewone bril ook aan te schaffen. En met de vouchers die ik had, daar kon ik ook die gewone bril mee. En ik kon mijn gespaarde geld in leggen. Dus nou, dat leverde best een leuke korting op. Dus nu gaan jullie de fotootjes zien. En dan zie ik jullie straks weer. Oh, ontzettend tegenlicht. Ja, dit is beter. Zo, ik ben alweer een poosje bij Pama. Ik heb net daar even lekker een tukkie gedaan tot deze meneer kwam. Ha, John. Hallo. En nu zitten we te Klaverjassen. Gezellig, hè? De room is gelijk. Oh, en? Ja, de partij is omdat ik natje te willen. Wij hebben gewonnen, Bianca. Yes. Wat een opluchting, hè? Ja, dat is zeker een opluchting, want zo goed ging het niet, hoor. 1579 om 1393. Ja, dat luister niet. Kan je even dag zeggen? Dag, Bianca. Dag, John. Alles goed? Tegen de mensen. Dag, mensen. We zijn lekker aan het kaarten. Ja, hè? Ja, precies. Ja. En mama is even in de keuken. Die zal zo nog wel komen. Goedemiddag. Het is alweer zondag. En nou, dat was een gezellig avondje gisteravond. We hebben leuk gespeeld. We hebben in totaal 6 potjes gedaan. In wisselende samenstellingen. Ja, voor mij helaas heb ik verloren. Ik ben laatste geworden. Papa heeft gewonnen. John tweede, geloof ik. En mama derde. Nou, ik vierde. Maar goed, het was in ieder geval heel erg gezellig. En nu ben ik mijn camera op gaan halen. Want die was ik bij mijn ouders vergeten. En die waren vanochtend niet thuis. Dus mijn moeder zei, jij hebt toch de sleutel? Ik denk, oh ja, dat was ook zo. Heb ik niet aan gedacht. Maar goed, nu heb ik hem weer terug. En nu staan we op het punt om weg te gaan. Over een half uurtje dan gaan we op de fiets. En dan richting de boot. En dan gaan we heerlijk 2 uurtjes varen met z'n allen. En we zijn echt met z'n allen, met z'n allen. Dus ik neem de camera gezellig mee. En daarna gaan we nog even bij mijn ouders eten. Nou, dat wordt super gezellig, denk ik. Dus ik ben heel benieuwd. Het wordt heer, of het is al zalig weer. Dus ik heb me wel goed ingesmeerd. Ik heb dit nieuwe blouseje van Shein aan en mijn korte broek van de Kik. Ja,
Want lekker weer, dus korte broek. Kan mij het schelen. Ik heb hele witte benen, maar dat kan me niet schelen. Want als het lekker weer is, is het lekker weer. Ik zie jullie bij de boot, denk ik. Een tafeltje. Nou, we zijn op de boot aangekomen. Kijk, nou, hij staat. En jij ook, toevallig. Er is wat bovenop, Jan. Daar nog mensen. Ik weet niet of ik goed film. Er zit een dingetje op de camera. Ja, dat hoort. Dat is tegen de wind, want anders hoor je niks. Een windmuffler. Wat goed. Ja, wat goed, hè? Hebben we er zin in? Ik wel, heerlijk. Ik ook. De temperatuur van het water. Ik heb er geen dingetje bij. Weet je waarom het koud? Ah, het is wel koud, hoor. Heb je een zwembroek aan? Je mag erachter aan. Ja, lekker, ja. Stom, maar dat ben ik helemaal vergeten. Ik was hier onderweg naartoe, toen dacht ik had net zo goed mijn badpak aan kunnen trekken. Ik heb er nog even in had gewild. Nee, ja, ik wilde wel in, maar kom er nooit meer ik kom uit. Ik volgende maand ophalen. Ja, voor Spanje ben je eruit. Nou, we wachten nog even op de rest en dan gaan we varen. Nou, we zijn onderweg. Laura zit daar nog steeds. Zit je nog steeds lekker? Ik zit heerlijk. Oh, ga je niet meer bewegen? Niet bewegen, alsjeblieft. Waarom niet eigenlijk? Nee, ik ben als de dood. Ze kan gewoon zwemmen, maar ze is bang dat ze valt. Oh, dan gaan we even lekker schommelen. Is ook leuk. En de rest is er ook. Wow. Hi! Wij gaan wij niet op zo'n hart? Hey, kijk. Echt. En daar zit. Ja, komt Max in aan de ons toe? Ja. Als dat nog kan. Dag Wies. Hoi. Dag Cas. Ja, dat is denk ik alleen ter. Want hij Max had hier. Even zwaaien. En een bootje had hij niet meer. Ja, het en het is hier prachtig mooi. We gaan die kant op en we varen een vierkantje, begreep ik. Mam. Dus nou, we gaan het zien. Ja, maar dat was met een. Hey, zijn er stoffen hier op je camera? Ja, het is een windmuffler. Ja, ik snap nog steeds niet waarom. Nou, als je hier, als er wind komt, dan versta je er bijna niks van. En dit houdt heel veel van de wind tegen. Dus dan versta je het wel, als ik wat zeg. Nu is er niet zoveel wind, maar... Ja, kijk het achter je. Ik heb het gevraagd. Ah! Oei! Ja, niet te hard, hè, want... Oh. Nou ja. Lekker! Is water lekker, Cas? Ja, natuurlijk. Goed zo. Oeh! Wow, het stinkt. Nou. Prima, ik stap er zo aan. Ja, jij wel! En bedankt! Mijn rolstoel staat nog aan het begin. Die hebben we als borg achter moeten laten, ja. Zo, we zijn weer thuis. Ik ben even snel thuis. Ik ga straks weer naar beneden hoor. Want we eten nog lekker bij mijn ouders. Maar wat was dat leuk. Echt super leuk. 2 uurtjes gevaren. Cas heeft nog lekker gezwommen. Timmy vond het in het begin een beetje spannend. Maar die vond het na de hand ook hartstikke leuk. Ja, en het is toch heerlijk op het water, jongens. Ik denk dat ik wel lekker een beetje een kleurtje heb gekregen. Maar ik ben moe. In en uit die boot stappen. Dat was nog wel even een dingetje. Nou, daarin ging goed. Maar daaruit was best wel even een onderneming. En 10 kilometer heen fietsen, 10 kilometer terug fietsen. Dus nou, we hebben ons best weer gedaan voor vandaag. Maar goed, ik ga nu de camera niet meenemen naar beneden. Want die kinderen willen lekker in het badje spelen. Tenminste, Tim en... Cas zal misschien ook nog wel lekker met water gaan rotzooien of zo. En dat ga ik allemaal niet filmen. Dus ik zie jullie gewoon dadelijk weer als ik terugkom. En inmiddels is het alweer de volgende dag. Ik ben gisteren nog bij mijn ouders geweest. Daar hebben we nog lekker gegeten. Het was heel gezellig met z'n allen. De broer van mijn schoonzus was daar ook bij. Dus dat was heel erg leuk. Maar daar heb ik verder niet meer gefilmd. En toen ik thuis kwam was ik zo moe. Dat ik gewoon vroeg naar bed ben gegaan. Dus ik neem nu nog even een momentje om de vlog af te sluiten. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Ik heb in ieder geval een super gezellig weekend gehad. En doe je duim omhoog dan als je hem leuk vond. En abonneer je als je dat nog niet gedaan hebt. Je weet het. En dan zie ik jullie weer in de volgende vlog. Doei doei!